hele goede dag allemaal, goed en tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video van boompjekappen.nl. We zijn nog steeds in Alphen aan de Rijn en we staan hier bij de Pinus. De Pinus die de kant waar de klanten nu staan, zeg maar, die kant opwijst. We willen natuurlijk deze kant op hebben, maar we mogen hem niet omzagen. We moeten hem even klimmen. De klant zag er zo naar uit. En ik moet eerlijk zeggen, die andere hebben we omgezaagd in een uurtje helemaal verwerkt. Dus we zitten goed in de tijd. Dus we gaan even de klant belonen. En er is ook een kijker in het zwarte pak. Die komt speciaal uit Rotterdam even kijken hoe dit nou allemaal gaat. Het is hartstikke leuk dat hij hier is. We gaan de klimspullen aantrekken. Ik laat jullie straks even zien met welke spullen je deze boom veilig kunt afbreken. Dus die laat ik straks even zien. Daarna ga ik in de boom klimmen. Dit stel ik ook al tegen klanten. Het is belangrijk om even de klant gerust te stellen. Soms denken ze even, ja, wat gaat er allemaal gebeuren en spannend. En altijd een beetje geruststellen en dan is er niks aan de hand. Ik zeg, ik ga aan de onderkant inklimmen. De takken die ik tegenkom, die zaag ik af. Totdat ik in de top ben, zaag ik de top eruit en daarna steeds een stukje stam eraf. Totdat ik weer beneden ben. Dus ik ga één keer omhoog en één keer naar beneden. En dan zie je sommige mensen zeggen, wat? En sommigen zeggen, oké, is goed en die gaan we naar binnen. Deze klant is super betrokken. Parkeerplekken vrijgemaakt, buren die aanwezig zijn. Dus het is volop gezelligheid hier in Alphen aan de Rijn. Het hout wordt straks ook weer opgehaald door Piet. En Piet heeft de vorige keer ook het hout opgehaald. Die is nu even heen en weer rijden. En zijn schoonzoon, die moet natuurlijk even een goede beurt maken bij Piet. Die is hier nog even gebleven om te helpen. Dus je hebt even een helmpje op. Timo is erbij. Ik ga klimmen. Zij pakken gelijk de takken weg. En denk dat ze die vergelijk gaan versnipperen. Efficiënt werken, zodat we alle drie bezig zijn. En het hout leggen we apart, zodat Piet dat straks weer in zijn karretje kan laden. Ik ga jullie nu even de spullen laten zien. We staan hier bij de boom. Het is een pinus, centimeter of 35 diameter. Nee joh, maak lekker lachen, gezelligheid. En dit zijn de spullen die ik gebruik. Allereerst de klimgordel met daaraan de Zubat handzaag. We hebben fliplijn met stalen kern, zodat we daar niet makkelijk doorheen zagen. De klimspoor om in de boom te kunnen klimmen omhoog. Klimlijn met verstelbare kambiumzever en natuurlijk de dubbellijn. Zigzag eraan en mijn kleine vriendje. De 201T, ook in de clubkleuren. Dit zijn de spullen waarmee je denk ik echt wel 95% van alle bomen in Nederland kunt doen. Soms zul je nog een vanglijn nodig hebben, dus dat behoort niet tot de klimspullen. Maar met een vanglijn, ja, dan kun je eigenlijk gewoon alles in Nederland doen. Dus een zeer beperkte setup. Er zijn ook mensen die super uitgebreid hebben. Allerlei dingen aan hun klimgordel, die ze dan één keer in de 30 klussen gebruiken. En ik, ja, dat is niet helemaal nodig, dus ik ga zo licht mogelijk ga ik naar boven. Ik ga alles even aantrekken en dan spreken jullie straks als ik al een stukje in de boom zit. Zo, we zijn in de boom. We hebben al aardig wat takken verwijderd. Die liggen daar op straat voor de versnipperaar, de kar, de bus. We hebben straat een beetje afgezet met pionnen, dus het publiek. We hebben een jarige in ons midden. Die meid daar, die is 10 geworden vandaag. We hebben net voor gezongen. We hebben de klant met zijn maten, overburen. Nog een klant en natuurlijk Timo en de helper van vandaag. Ik heb een ankerpuntje gemaakt daar richting de top. Ik ben er gewoon heen geklommen. Ik doe het niet met een lijntje of zo, of zo'n werpzakje. Want je weet niet waar je lijn overheen gooit. Het kan heel goed werken, meestal. Maar het hoeft maar één keer fout te gaan en je schrik je wezenloos. Met de zigzag, we gaan nu deze tak verwijderen. En je ziet die hangt boven het huis. En dat is een probleem. Dus we gaan hem een klein beetje naar rechts proberen te sturen. Daarvoor is het nodig dat we eerst deze tak verwijderen. Verticale snede hebben gemaakt. Nu kunnen we hem naar rechts duwen. Hoop ik. Even een klein beetje naar beneden toe. Gaat hij naar rechts. Buigt hij af. Zijn was is daar. Gaat hij mooi naar rechts. En nu hangt hij naar beneden. Als je trouwens ziet dat de hoek van de tak is zo. Als we hem hier afzagen, valt hij naar beneden. Op de punt. En dan schiet hij naar het huis. Dus dat gaan we natuurlijk ook even voorkomen.
probeer de stam altijd zo glad mogelijk te hebben. Nu is dat met dit soort dingen altijd heel lastig, dan ben je heel veel zaagwerk kost dat. Soms is het ook handig als je bijvoorbeeld een top hebt die scheef staat, dat is bij deze niet. Dan kan het wel eens lastig zijn om alleen in de stam te positioneren. En dan kan zo'n stuk stam, dat als je die laat staan, kun je voor één voet hier en andere voet daar, ben je veel stabieler. Dus altijd goed nadenken wat je wegzaagt. Als je eenmaal weg, dan is het ook weg. Komt het niet meer zo gauw terug. Wow, zag je dat? Goed kijken altijd waar je hem inzet. Ik zet hem hier net boven deze takaanhechting. En zodra we de klim zo opstaan, dan komt hij een beetje uit. Sta je niet goed. Nu gleek uit. Gelukkig niks gebeurd verder. Maar dat is iets om erg te houden altijd. En aan deze kant zitten. Zelf wel, als ik deze hier direct afzaagt, gaat hij zeker naar de dakkant raken. We zagen hem aan de zijkant in. Kan even met een valkerf, maar dan moet je hem doorzagen echt. Als je hem gewoon vanaf deze kant inzaagt zonder valkerf, dan blijft hij hangen. Vind ik prettig, hè? Ja, nu kun je hem eerst van het huis wegduwen. Zo. Oh, hij zit hier vast. Hij zit ergens vast. Daar gaat hij al. Hup. Nou hangt hij hier gewoon. En nogmaals, niet zo laten schieten. Want je ziet ook deze punt gaat naar rechts. Dan zal hij naar links schieten als hij beneden is. Een goed doorzagen en een duwtje meegeven. Even uitkijken voor de auto van de buren. Ja, ik zeg hallo. Het is een Volvo. Valt niet zomaar uit elkaar. Zo. Ik zie dat ik nu bij mijn anker ben weggekomen. Dan ga ik hem gewoon even verplaatsen. Voordat ik verder werk is het verplaatsen. Nieuw ankerpuntje maken. Heeft de klant dus gevraagd of ik deze zou gaan klimmen. Ik heb daarmee ingestemd, maar ik bepaal uiteindelijk natuurlijk. Dus als ik had gezegd viel voor de veiligheid, of het had echt uren langer geduurd dan. Zie je wat ik doe hier? Ga je even wat laten zien, hè? Maar als de klant zegt, ja we willen het zus en zo gedaan hebben. En de veiligheid is erin het geding, dan zeg ik natuurlijk, maar dat gaat niet gebeuren. We gaan nog een omzagen. Want dit en dat, dan is het dan jammer voor ze. Hey, ik heb deze, dit is een best wel zware tak. Heb ik een stukje laten zitten, kan ik hem goed aan vastpakken. Kan ik mijn handen sluiten, kan ik hem goed vastpakken. En hier, als ik deze pak, is mijn hand niet gesloten, kan die uit mijn handen vallen.
hem even echt opvangen. Hier. Blijft hij netjes op mijn handje liggen. Kan ik veel kilo's pakken. Hoppakee. En deze stuk even afzagen. En op het zeil gooien. Hoppakee. Gaat keurig zo. Ja, dat is die jarige Job daar, hè. Kijk, die krijgt een cadeautje. Dat is mooi. Zo. Zeker bij kleinere takken verkies ik meestal de handzaag boven de motorzaag. Alhoewel ik wel vaker met de handzaag in mijn arm zaag dan met de motorzaag. Want met de motorzaag is dat nog nooit gebeurd en met de handzaag al meerdere keren. En dan zaag ik altijd hier in mijn onderarm. Even uit, dat is niet de bedoeling natuurlijk. We gaan rustig verder, hopelijk. Zo. Je ziet dat er vooral naalden beneden verzamelen. Kijk, je ziet zo'n bolletje als dit hier. Kijk, deze bruine, die tik je er zo af. Als je zo doet, hou je alleen de groene over. En al die bruine, die blijven hier beneden liggen. Je ziet ook dat de klant, ik hoop dat jij dat ziet, in de dakgoot echt een probleem heeft. Dus alleen daarom al zal die blij zijn dat, dat wij hier vandaag zijn. Maar kijk, je ziet alle bruine naalden, die klappen daar beneden gelijk eraf. En dat is wel grappig, dat kun je wel zien denk ik. Daar op straat ligt eigenlijk alleen maar groen. Alleen maar groene takken liggen daar. En al het bruine, dat ligt hieronder, is allemaal eraf geklapt. Zo. Ja, we zijn nu bijna in de top. Even een blik aanblik geven hier. Dus dit is het nog maar wat we hier hebben. We zagen hier nog een tak af. Dan gaan we even met de motorzaag doen. Dan gaan we eerst even dit ankerpuntje terug plaatsen. Kijk, zie je die mevrouw, die loopt met haardhout, zie je dat? Die heb een netje haardhout gekocht. Voor 5 euro bij de bouwmarkt en ze weer één avondje stoken. Dat is niet best. Dat is niet best, jongens, wat daar gebeurt. Ja, het hout wat wij hier hebben is natuurlijk ook gewoon ja, geld waard. Maar ja, ik vind het ook leuk om mensen blij te maken. En het is vandaag zaterdag. En ik vind het leuk dat Piet met zijn schoonzoon hier vandaag is om mij te helpen. Dat scheelt mij natuurlijk tijd. En opruimen en weet ik het allemaal. Dus dat is echt waardevol voor mij. Dat is een win-win, hè? Ja, en nogmaals, ja, sommige mensen begrijpen niet, maar ik vind het dus gewoon echt leuk om dat hout gratis weg te geven. Soms denk ik wel, als ik op Marktplaats kijk en ik zie dat er voor ja, een klein beetje hout tot 100 euro wordt gegeven, denk ik wel eens van, nou... Misschien moet ik ook maar eens wat daarin gaan doen, maar vooralsnog kan ik die verleiding weer staan en dan ben ik erg blij met de mensen die me helpen. Sommige mensen die willen ook op de haardhoutlijst, maar er is eigenlijk geen plek meer, want de mensen die daarop staan, dat is een groep loyale mensen die mij ook wel eens hebben geholpen. Ja, als ik in een probleem zat, als ik even werk om mijn handen had. En het kan tijd niet ging redden. Dan ging ze bijvoorbeeld helpen met opruimen en weet ik het allemaal. Dus als dank daarvoor, alleen al wil ik het gewoon zo houden. Dat hout gratis weggegeven wordt.
om gewoon even iets terug te kunnen doen. Ik ga nu deze top, die ga ik eruit zagen. Even uitkijken voor die Volvo. Kijk, ik hou mijn klein stukje hiervan af. Hè. Dat geeft mij straks de ruimte om met de hand te pakken. Zo. Hoppakee. We gaan de top wel iets lichter maken. Maar ik wil eigenlijk niet al te ver mee... Al te ver mee klimmen. Zo. Dan doe ik dat wel bij deze. Tegenhouden. Bam, alle naalden eraf. En deze nog even doen. Komt-ie maar. Dankjewel. Zo. Ja, en we hebben hier natuurlijk ook een mooi uitzicht. Boven Alphen aan den Rijn. Rijkshuizen, misschien wel goed om te weten. Rijkshuizen zijn 8,5 à 9 meter hoog. Iedere verdieping is ongeveer 3 meter. Dus hier heb je de eerste, of de Brabant rond, eerste verdieping, tweede verdieping, kleine nok nog. Dus deze huizen zijn wel 9 meter. Misschien die punt daar 10. Dus we zitten nu daar ietsje boven. Dus deze boom zal een meter of, 12 zijn of zo. 13. Zoiets. Ik zag nu aan deze kant in. Dat doe ik omdat het gewicht aan die kant is. Dus hij zal natuurlijk die kant op vallen. En ik pak hem dan aan deze kant vast. Vang ik hem op, zaag hem verder af en dan gooi ik hem naar beneden. Wow, zag je dat? Even snel nadenken. Ik denk daar, ik zet mijn hand hier tussen. Dat had misschien meegevallen, maar alles is goed gegaan. Dat is belangrijk. Zo. Perfect, nu zijn alle takken eraf. Nu kunnen zij gaan... Hey! Wat een publiek zegt, echt niet normaal. Ik zie daar allemaal mensen in de huizen. Daar staat er eentje in de dakkapel. Hierachter staan er een paar in de dakkapel. Daar staat een kleine boef. Zie je hem staan daar? Bij die witte auto, tussen die witte auto staat een witte boef. Die staat te koekeloeren. Dus er is veel publiek vandaag. Is wel leuk. Kijk, voor mij en voor jou is dit misschien inmiddels normaal geworden. Maar voor heel veel mensen is het natuurlijk best wel leuk om te zien een keertje wat hier gebeurt. Hey, mijn zaag is al een beetje warm, dus we gaan nu gauw afblokken. Jullie kunnen stiprijs starten en eens kijken wat je er doorheen kan krijgen, ja? Ik heb trouwens dat doek heb ik daar neergelegd, omdat als je daar dan hout op gooit... Ik heb dat ook aan je doek daar neergelegd, dat als je daar hout op gooit, dat het niet gelijk wegspringt en zo. Dus probeer daar zoveel mogelijk op te gooien. Hij is warm hoor.
Ja.
naar beneden. De jongens zijn lekker aan het versnipperen. En wie komt hier aanrijden? Piet! Piet is er! Precies aanrijden. Hout inladen. Laatste tak nog even versnipperen. En dan gaan wij nog de stompen frezen. En met dit is het gecontroleerd en veilig klimmend afbreken, slopen, kappen van een boom. Zomaar in een woonwijk hier, met allemaal auto's. Je hoeft niet alle auto's weg te halen. Maar als jij niet weet wat je aan het doen bent, alles weghalen. Ja? Risico's vermijden. Hey, net als altijd wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie een volgende keer weer te zien. Tot ziens!